Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubens, presentator, en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor culinair genieten in Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. En daarom is iemand aangeschoven en die is leerling, kok en... Nou, die gaat zich even voorstellen. Ja, hoi Jan, dankjewel dat ik hier uitgenodigd ben. Mijn naam is Sinal Dushi, ik ben 25 jaar oud. Woon zelf op Klingen, ja. Net buiten Hulst. En ik studeer voor de Kasperijks Academie als gespecialiseerd leerlingkok. Oké, dus jij bent een Nederlander, maar je bent van Marokkaanse afkomst. Klopt. Mijn ouders komen uit Marokko, ja? Uit de hoofdstad van Marokko. Het plekje Rabat. Aha. En ik zelf ben geboren en getogen in het mooie omgeving Zeeland. Dus ja. Lekker in Klingen. En waar heb je de basisschool gedaan? In Sint-Bernardus. Sint-Bernardus in Klingen? In Klingen. Ja. En na de basisschool? Middelbare opleiding. Toen ben ik naar de praktijkschool gegaan. Praktijkschool in Hulst? Ja. 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 En na de praktijkschool ben ik naar het Scala gegaan in Terneuzen. Ja, dat is een middelbare opleiding. Ja. In welke richting heb je daar gedaan? Toen was ik voor hulpkok. Ah, ja. Dus dat was de hulpkokniveau. Ja. En toen ben ik daarna ben ik naar Breda gegaan. Ben ik op het Singcollege gezeten, nog steeds eigenlijk. Ja. Daar heb ik mijn niveau 2 opleiding gedaan als kok. En van niveau 2 ben ik naar niveau 4 uitgestroomd. En daar volg ik nu de gespecialiseerd leerling kok. Ah ja, en hoeveel jaar is dat? Het opleiding gespecialiseerd leerling kok duurt in totaal 3 tot 4 jaar. En welk jaar ben je nou? Ik ben nu mijn derde jaar, dus ik zit in mijn afstudeerjaar. Oh, leuk zeg. Ja. Zeg, en hoe ben je nou zo tot koken gekomen? Hoe komt dat nou? De een heeft passie voor dit en de ander voor dat. Hoe is dat bij jou gegaan? Nou, dat was heel mooi eigenlijk. Ik ben begonnen zeg maar thuis. Ik vond het leuk hoe mijn moeder eigenlijk aan het koken was. Ze kookte zelf 24/7 in de keuken met Marokkaanse kruiden. En de Marokkaanse roots natuurlijk. Ja. En dat trok mij enorm eigenlijk. Dus het was ook vooral veel met het Marokkaanse specerijen en de fantastische geuren die er uitstraalden. En ik vond het niet erg om bijvoorbeeld een aardappel te schillen met mijn moeder. Ik vond dat superleuk om te doen. Dus ik had daarna wel besloten om richting het koksopleiding te gaan. Dus ik heb toen daarna heb met mijn moeder overlegd om een bijbaantje te gaan doen. Ja? En dat was uiteindelijk mijn eerste bijbaantje was Restaurant Napoleon in Hulst. Oh? Ja. Ja, daar ken ik jou nog wel van, hoor. Ja. Ik kwam daar ook vaak natuurlijk met rondleidingen en zo. Hè? Mm-hmm. Dus eigenlijk via je moeder en de scholen ben je bij Napoleon terechtgekomen. En waar heb je nog meer je praktijkervaring op gedaan? Ik heb onder andere bij het Vlasbloem gewerkt. Dus een sterrenrestaurant. Die bevindt zich in Koewacht. Ja. En daar heb ik een jaar gewerkt. Ik heb vorig jaar bij Hotel Nassau gewerkt. Een 5-ster hotel. En waar is dat? In Breda. Oh. In Breda. En wat houdt dat werken in? Is dat dan 40 uur? Ja, het is zeg maar een BBL-opleiding. Dus je gaat werken leren in principe. Wat is BBL? Wat ja, is dat? Beroepsbegeleidend leerweg. Oké. Ja, en dat doe ik dus eigenlijk nog steeds. Maar nu in mijn afstudeerjaar. En je gaat bij een BBL-opleiding doe je eigenlijk 1 dagje school. En dan ga je 3 à 4 dagen werken op basis van 32 tot 40 uur contract per week. Oh ja, en waar heb je nog meer stage gedaan dan? Ik heb onder andere nog stage gelopen bij... In Breskens? In Breskens, ja? De Kromme Watergang. Oh? Ik heb zomerstage gelopen. Hoeveel sterren heeft hij? 2. Zo? 2, ja. Ja. En in België, in Antwerpen, heb ik daar ook een zomerstage gelopen. Bij het Zilte. En dat waren een week mocht ik daar zeg maar stage lopen. En ik vond dat natuurlijk wel hartstikke leuk om me daar verder te gaan verdiepen en te ontwikkelen. Nou, mooi hoor. Tot een mooi beroep. Ja. En hoe oud ben je nou? Ik ben nu inmiddels 25. Zo, en dan al zoveel ervaring. Ja. Vind je geweldig. Ja, ik zeg altijd, een kok wordt nooit uitgekookt. Dus het kan altijd beter. Ja, ja, maar je hebt wel een uitgekookt verhaal, toch? Ik heb nog voor nu toe nog een uitgekookt verhaal. Ja, mooi hoor. Zeg, we hebben een mooi filmpje. Zullen we daar eens even naar gaan kijken? Ja. Gaan we even doen. Het gaat over koken. Nou, leuk. Kijk. Thank you.
Nou ja, zin. Dat zag er allemaal lekker uit. Ja, de kijkers zullen wel benieuwd zijn wat ze allemaal gezien hebben. Kun je dat even chronologisch even benoemen? Natuurlijk. Ja. dat was een kookwedstrijd binnen mijn opleiding van de Kasperkes Academie. En het was een Japanse kookwedstrijd. En dat was in de tijd van de coronatijden. Oh. Ja, 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 ja. Dus we mochten het niet in de praktijk helaas doen. Dus we hadden besloten om het gewoon thuis te doen. En daar een filmpje van te maken of een foto. En door te sturen naar het bedrijf en naar de school. Oh, ja. En wat hebben de kijkers nou gezien? Het was een Japanse kookwedstrijd, dus we moesten een Japanse sandwich maken. En dat heette de challenge Katsu Sandu. Zeg je het nog eens? Katsu Sandu. En wat betekent dat? De betekenis, ja, dat is gewoon een Japans broodje, een Japanse sandwich. En met een stuk vlees. En dit keer was met wagyu. Nou ja, wagyu is een Japanse koe die gemasseerd wordt. En die ook, zeg maar, bier tijdens zijn voeding krijgt, zodat het vlees veel mals wordt. Oh. Dus voor zo'n beest is het eigenlijk een luxe. Ah ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus wij moesten daar een broodje van maken en dat presenteren op het filmpje en doorsturen naar mijn opleiding. En daar zag ik ook allemaal van die blaadjes en zo tussen. Wat zijn dat voor blaadjes geweest? Een paar noemt zo. Dat zijn eetbare bloempjes, zoals viooltjes, goudbloem, Afrikaantjes, zuring. Dus dat zijn heel veel verschillende frisse, maar ook lekkere eetbare bloempjes. Die ook in die tijd zeer past bij het gerecht. Het was een prachtige zomer in die tijd. Dus het was leuk om met de bloempjes mee te werken. Dus ja, behalve dat het lekker is, oog het ook nog goed. Exact. Want het oog wil ook wat. Absoluut. En daar krijg je ook allemaal les in. Ja. Ja, dus het verhaal in feite, als mensen naar het restaurant gaan, moet het een belevenis zijn voor de gasten. Dus het is ook wel belangrijk dat er een bepaalde opbouw is in het gerecht. En hoe doe je dat dan met de seizoenen dan? Is dat dan seizoenafhankelijk uiteraard natuurlijk? Maar dan heb je ook allemaal voorkeur groenten en allerlei andere dingen? Of betrek je ook veel uit het buitenland? Ja, we trekken meestal, ik heb in bedrijven gezeten die echt wel seizoensgebonden meewerkte. En met ook vooral het streekproducten. Okay. En ik heb ook wel bij bedrijven gezeten, onder andere Hotel Nassau in Breda. Daar werkten we vaak met internationale smaken. Okay. Dus dat hield in dat wij ook gewoon met Japanse smaken gingen werken. En dat we daar vanuit Japan het product gingen bestellen. Dus nou heb je al de Marokkaanse. Exact. Die heb je van thuis uit meegekregen. Ik heb van thuis meegekregen. En dan allerlei andere gerechten. Ja. En wat is jouw lievelingskeuken? Of is het gewoon dat je zegt, alles is mijn lief en hup. Ja, ik vind alles gewoon heel erg leuk. En ik vind het juist leuk als kok zijnde dat je gewoon alles veel kan leren. En veel dingen moet proeven in diverse keukens. Ja. En ik vind het gewoon heel leuk om verschillende smaken te ontwikkelen. Maar, dus het maakt voor mij niet specifiek uit dat het één keuken is. Nee, jij kijkt gewoon naar de smaak van de klant. Precies. En dan ga je natuurlijk mee verder natuurlijk. Exact, ja. Helemaal mooi. Nou, we hebben hier allerlei attributen staan. Misschien dat je er een paar kunt benoemen. Ja, natuurlijk. Ik heb een flesje bij. Dat is dit flesje, is van karnemelk. Ja. En een zelfgemaakte olie. Daar ga ik zo meteen op het einde een mooi gerechtje van bouwen. Ja. Ja. En ik heb een gefermenteerde in het wekpot. Heb ik een gefermenteerde. Is dat deze? Ja. Oké. Okay. Ja, met appel en peer en spinazie. Bij elkaar? Bij elkaar. In een bepaalde verhouding? Ja. Ja, ja, maar eigenlijk ben je dan ook scheikundige? In feite wel. Ja. Ja, we leren vooral ook vaak, volgens meestal in onze opleiding, de moleculen. Het verdiepingsproces van het eten. Ja. Ja. Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ja. Ik dacht, als scheikundige, die doen alles op de tast, mm-hmm, te proeven. Mm-hmm. Maar jullie hebben ook echt daar leerstof over. Ja, klopt. Het is vooral heel belangrijk dat je als kok weet dat je een bepaalde kennis hebt. Vooral een kennis van het verdiepingsproces van het eten. Oh ja. Het gaat er ook, het is ook belangrijk dat je weet wat je aan het meegeven bent en ook wat je aan het doen bent. Oh ja. Want in koken heeft alles een reden. Ja. Dus het is belangrijk dat je weet wat je aan het geven bent. Ja. Dus ook met fermenteren, onder andere. Fermenteren, wat is dat? Nou, het fermenteren. Ik heb natuurlijk een hele mooie workshop gehad binnen mijn opleiding bij de Kasperkes Academie van Erik van Wij. En dat was over fermenteren. Ja, die man die vertelde prachtig over zijn visie en over het fermenteren. En, maar wat is fermenteren dan gezien chemisch?
Niet alleen chemisch. Het is gewoon vooral dat je je product langer houdbaar maakt. En hoe doe je dat dan? En dat doe je dus om alle stoffen. Ja. Het product, dus het groente. Een voorbeeld, spitskool. Dan doe je een kilo spitskool met 10 gram zout. Oh ja. De spitskool die ga je snijden, heel fijn. Maar dat mag ook in grof, dat ligt aan je voorkeur. En dat ga je in een mengkommetje doen, of in een bekken. En dan voeg je de zout aan toe. En dan ga je kneden. Door het kneden gaat het zout mooi oplossen in het product. Ja. Dan doe je het vervolgens in het wekpot. Oh ja. En dan ga je het laten fermenteren. En welke temperatuur? Kamertemperatuur het liefst. Niet maar, in de kelder, zoals vroeger? Nou, het kan in de kelder ook. Okay. Maar kamertemperatuur is toch wel een mooie temperatuur daarvoor. En bij de kamertemperatuur is het wel belangrijk dat je zeg maar 4 dagen te laat fermenteren je product. En binnen 1 dag moet je hem even open doen, zodat de zuurstof weer inkomt. Ah. Zodat het in zijn, hoe zeggen ze dat? Zodat hij mooi loopt. Oh ja? En dan de 4e dag, dan is meestal je fermentatie gewoon helemaal goed. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Het lijkt wel bierbrouwen. Ja, het lijkt wel bierbrouwen. Ja, lijkt zeker. Er ook op, hè? Zeker, ja. Zijn er nog meer? Wat is dit voor pot? Dat is een tagine. Dat is een tagine. En die tagine die heb ik van mijn moeders keuken. Dus ik laat een beetje de Marokkaanse decoratie zien. Ja, het is echt Marokkaans. Het is een tagine. En dat is een supermooie decoratie om zometeen mijn producten te laten voorbij laten komen. Ja, ja, ja. Helemaal goed. Zijn er nog andere dingen die je wilt benoemen? Want we gaan zo over op het filmpje. Ja. We gaan eerst even het filmpje kijken dan. Dat is goed. Oké, laten we het even doen. Ja. Foto's bedoel ik, hè? Ja. Ja. Laat eerst de foto maar zien, alsjeblieft. Ja, wat is dit? Ja. Dit is een dessertje. Die heb ik op een examen moeten doen. Ja. Op de Kasperkse Academie. En dat was een toelatings... Ja, niet echt een toelatings. Om het vervolg naar het tweedejaars te gaan. En ja, gewoon een overgangsexamen. Een overgangsexamen. Ja. En mijn onderdeel was sowieso ook om een dessert te maken. Dus ik heb dit prachtige dessert. Was op basis van karnemelkijs. Een twie. Twie is een hartig koekje. En daar binnenin zat er een cakeje van wortelcake. En de crème wat er boven het cakeje zat en tussen het koekje was een ganache van mascarpone. Dus wat kreeg je eigenlijk? Je kreeg een soort van een cheesecake 2.0. Nou even een vraag. Waar haal je nou die inspiratie vandaan? Die inspiratie haal ik, gewoon een leuke vraag. De inspiratie haal ik vooral vandaan bij bedrijven. Vooral de technieken, maar de smaken leer ik een beetje van het bedrijf natuurlijk, maar ook van mezelf. Ik inspireer gewoon door boeken, kookboeken of filmpjes van diverse chefs, wat ze aan het doen zijn qua technieken, qua smaken. En dat probeer ik zelf een eigen signature dish te creëren. Dus alles wat jij opmerkt, dat vertaal je naar jezelf toe. Exact. En dan geef je een signatuur. Ja. Geweldig. Ja. Nou, volgende foto alsjeblieft. Oh jee, wat is dit joh? Dit is een dessert die ik bij het Vlasbloemke had gemaakt. Dat was een creme voor calamansi. Calamansi is een besje uit Azië. Heeft een lekkere, frisse, zure smaak. Maar ook wel een zoetje. En er zat ook een twier op. En een parel van yuzu. Dat is ook een citrus. En een ijs van mascarpone. Oh. Ja. Ik weet niet dus wat het zorg, mascarpone is eigenlijk een zuivelproduct. Oh. En er wordt prachtig gepresteerd bij dat soort gerechten. Je moet een balans zien te vinden van zoet, zuur en vet. Veel met laagje. En dat past er enorm bij. Ja. Oké, volgende. Dit is? Dit is een ijs of een dessert van het ijs was van basilicum. En een cremeu van sinaasappel, met gelei van sinaasappel. Dat zat erbij een moesje van basilicum. En ik weet niet of je dat kent, wat je op het scherm zag je het Napoleon snoepje. Nou, een krokantje van Napoleon eigenlijk. Dus wij hebben de Napoleon snoepjes, die hebben we fijn gemaald in een blender. En uiteindelijk een poeder van gemaakt. En bij dat poeder hebben we een malle gedaan. En bij die malle gingen we dat mooi uitsteken. En dan kreeg je daar zo'n krokantje eigenlijk van.
En die vorm dan, hoe maak je dat dan? In die mal? In die mal. Ah ja, 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 duidelijk. Ja. Meestal is dat gewoon op een plaat gewoon. Oh ja. Ja, met bakpapier of een siliconen mat. Ja. Mijn liefst siliconen mat, want dat is wel beter, zeg maar. En dan steek je ringetjes uit. En dan gaat het karamelliseren in de oven. Oh ja. Op zoveel temperatuur, meestal op 180 graden of 160 graden. En dan voor 7, 8 minuten. En dan haal je het eruit. En wanneer die begint, ja, dan zie je dat hij aan het kleuren is. En dan haal je het eruit. En dan heb je een prachtige Napoleon snoepje 2.0. Het passie die spat er vanaf. Ja. Okay. Dit is? Dit is een krab met komkommer. Dus een soort van een rouleau. Het sausje erbij was een komkommerschuim met Granny Smith appel. Dus het was echt wel een Zeeuws gerechtje. En dit had ik gemaakt bij een hele goede vrienden bij mij, waar ik mocht koken. Oh, in die keuken mocht je gebruik maken en dan... Nou, geweldig, hè? Ja. De een geeft dit, de ander dat. Dat, ja. We zullen wel echt genoten hebben. Ja, zeker, 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 zeker. Dit is? Dit was een excursie van Wilkenstein en die zit in Rotterdam. Het bedrijf bestaat nu inmiddels 110 jaar. Zo. En is, het bedrijf noemen ze ook Zeesmit Zeevis. En die man, Wil, die kwam toen bij ons op school. En die gaf een hele mooie uitleg over vis en schaal- en schelpdieren. Dus wij kregen de opdracht op school van maak een leuk gerechtje met de hoofdcomponent langoustines. Dus op het gerecht wat je zag, kreeg ik langoustines. En dan had ik een soort van een black box eigenlijk, met diverse groentjes. En dan moest ik daar een mooie gerechtje van bouwen. Dus dat was een pompoen met een sabouillon van pompoen, dus van groentes. En gebakken langoustine, afgeblust met limoen en gerast met limoenzest. Ik vind het geweldig. Ja, dank u. Kijken of dat er nog meer foto's zijn. Dit is? Ja, dit was een tweede onderdeel van mijn opdracht bij Wil, van de leverancier. Ja? Dit was, die hoorden bij de vorige? Ja, ja, ja. Dit is een oester. En wat zo mooi aan een oester is, ja, ik kom zelf uit Zeeland. Kan niet missen. Producten, kan niet missen, inderdaad. Dit was met een komkommerjus, venkel ingelegd in zoetzuur. En bloemetjes rauw gelaten. Ja, het is een prachtige combinatie ervoor. Ja, prachtig, joh. Dit was heel mooi. Dit was vorig jaar was een chefproject. Binnen onze opleiding is een bedoeling dat je een chefproject houdt, ieder jaar. Een chefproject. Een chefproject, ja? Ja, een chefproject. Ja, sorry. Ja, ja. Ja. En dan laat je zien dat je een restaurant gaat runnen. Dat je leidinggevend goed kan doen en kan zijn. En dat je een brigade kan aansturen. Dus dit was een Marokkaanse chefproject. En dat vond ik heel leuk om te doen. Dus ik had besloten om wat met Marokkaanse smaak te houden, maar ook wel met Zeeuwse smaken. Dus op de foto te zien heb ik een tataar van zeebaars gemaakt. Met wortelgelei, koraal van Van de Van. Dus een mooie specerij eigenlijk. Een geschifte dressing van mandarijn, basilicum en peer. En door de tataar zat nog een peer voor het zoete. Dus al die combinaties die geven dan uiteindelijk die smaak. Exact. Exact, ja. Ja. Kijken we dat er meer foto's zijn? Ja, ziet er ook heel mooi uit. Ja, dit was een hoofdgerechtje bij mijn chefproject. Ah, ja. En wij krijgen bij ons chefproject krijgen wij ook een plichtonderdeel. En ik had als onderdeel, of plichtonderdeel, had ik kalfsvang. Dus ik moest iets met kalfsvang bereiden. Dus, mooi, leuk en aardig. Ik met die kalfsvang aan de gang. Die heb ik uiteindelijk sous vide gegaard. Sous vide garen betekent eigenlijk dat je je product in een vacuümzak doet. En dat je dat product in een badje, een warmtebad doet. En daar heb ik dan 8 uur laat gegaard het vlees. Met baharat kruiden. Dat zijn Libanese, maar ook zowel Arabische kruiden. En een saus van rode biet. Met Marokkaanse specerijen. En een bitterbal van linzen. Een bitterbal van linzen. Ja. Heb je dat zelf verzonnen? Zelf verzonnen. Zo. Ja, ja. Maar dankzij ook door mijn moeder natuurlijk. Ja, ik snap het, ja. Ja, maar dan krijg je dat ingegeven van allerlei mogelijke mensen. En, maar knap dat je er allemaal mee verder gaat dan. Hè? Dank je wel. Ja, zeker. Ja. Kijk je. Wat is dit? Ja.
Dat is toch wel een tijdje geleden, of niet? Ja, zeker. Vertel, wie zei dit? Nou, het is niet een tijdje geleden. Maar het was, dit is een hele leuke workshop gehad van Erik van Loo. Een twee-sterrenchef van restaurant Park Heuvel in Rotterdam. Oh? Ja, ja. En hij staat vooral bekend met zijn sauzen. Dus wij kregen een workshop over sauzen. En de prachtige persoon, die heeft binnen anderhalf uur heeft hij 9 sauzen gemaakt. Jo. Ja, 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 van licht tot donker. En de opdracht van ons was om saus klaar te maken voor Erik van Loo. Dus ik kreeg toen 2 sauzen om te bereiden. Nou, dat was toevallig een klassieke rode wijnsaus. En eekhoorntjesbroodsaus. Nou, hartstikke mooi, van de, ook vooral voor dit seizoen. En toen mocht ik samen met hem op de foto, want ik vind hem echt een heel geweldig persoon. En ja, iedereen kijkt ook naar hem, zeg maar, als leerlingkok. Ja, maar, ja. Maar dat is dan weer over de sauzen. Zo heeft iedere kok zijn eigen specialiteit. Eigen specialiteit, exact. Ja, even kijken of dat er nog foto's zijn. Ja, bekend. Deze is een tijdje geleden volgens mij. Ja, dit is, wanneer was dit? Dit is 2 jaar geleden. Ja. Dit was het eerste jaar van mijn academie. Van de Kaspijks Academie. Ja. En ja, iedereen kent natuurlijk Robin van Bekko van Heel Holland Bakt. Ja. En op die workshop kregen wij te zien over brood. Dus we kregen een hele uitleg over van A tot Z over wat brood is. En hoe je brood eigenlijk moet maken. Ah, ja. Ja, dus we kregen zuurdesembrood te zien. Nou, zuurdesembrood is eigenlijk meel en water. Dat wordt ook gefermenteerd. Iedere dag ga je het voeden. Dus door water en meel. En dat doe je door 50-50. Dus dat wil zeggen 50 gram water, 50 gram meel. En dat ga je iedere dag voeden. Op de vijfde dag moet je het wekpot open doen. Waar je aan het fermenteren was. En dan moet dat een yoghurt-bananengeur zijn. Dan weet je dat de fermentatie van het product, dus het zuurdesem, dat die goed is. Oké. Okay. Ja, ja, en op de zevende dag, dan mag je beginnen met het brood te maken. Oké, okay, dat is wel mooi om even de analogie aan de scheikunde. Ja. Wij doen dan ook iets bij scheikunde en dan meten wij de pH. Exact. Maar jullie proeven het en ruiken gewoon. Ruik het. Ja, nou, het wordt wel naar ons uitleggen om ook de pH-waarde te gebruiken. Oh, dat doe je ook? Ja. Okay. Ja, je moet wel fermenteren, kom heel veel natuurlijk bij kijken. Hè? Ja. En je wil niet dat er misgaat natuurlijk. Nee. Dus het is wel belangrijk dat je ook wel de pH-waarde klaarstaat. Ja, maar goed. Nooit geweten dat jullie daar ook gebruik van maken. Ja, mooi hè? Weer wat bijgeleerd. Ja. Dit is, hygiënisch verpakt. Vertel. Dit was in Kokzijde. Dat kregen wij, dat was vorig jaar. Dat was een hele mooie workshop van Dierdonk. En dat is een bedrijf in Kokzijde. En daar kregen we uitleg over vlees. Ah. Dus we kregen een half varken uitgebeend te zien. We kregen rundvlees helemaal uitgebeend gezien. Maar ook, zeg maar, wat ze met op deze foto laat zien, is vooral om met dry egg te werken. Dat houdt in vlees die gedroogd wordt door een bepaalde temperatuur. En welke temperatuur is dit? Dit is meestal wordt het op kamertemperatuur ook gehouden. Oh, niet onder nul? En daarna wordt het ook wel niet onder nul, maar wel op 7 graden. 7 graden meestal. Ja, heel veel levensmiddelen worden gewoon op die temperatuur bewaard. Ja, exact. Nou, dan hebben we ook nog een mooi filmpje. Ja, klopt. Zullen we er eens even naar kijken? Absoluut. Als het oké. Okay.
Wat hebben je nog meer gezien? Nou, dit was een filmpje van mijn fermentatieproces namelijk. Ja? Door dit prachtige product appel met peer en spinazie. En het olie van kruidenolie. Die heb ik dan lekker verwerkt. En nou ga ik een gerechtje maken voor jullie. Van het Zeeuwse gerechtje. Nou, ga je. Ik laat me helemaal verrassen. Dankjewel. Ja. Ik ga een mooi Zeeuwse gerechtje maken. Dus wat ik hier nodig voor heb, is komkommer. Die heb ik mooi in een bakjes gedaan. Ja, die heb ik inmiddels verwerkt in zoetzuur. Dus dat komt zo meteen erbij. Maar wat ik als eerst ga doen, is het karnemelk met de kruidenolie mengen. Dus ik doe een scheutje karnemelk erin. Voeg ik de kruidenolie aan toe. Want het mag lekker gaan schiften, dat is het doel. Nu zie je twee mooie laagjes. En dit mag lekker veel zijn. Ik heb een oester meegenomen. En wat leuk is, dat je de leeftijd kan zien van de oester. Waaraan dan? Aan de strepen. 11, 12. Deze oester is 12 jaar. En dat is bij bomen? Ja, dan zie je ook al die strepen. Als je een boomstam... Ja, precies. Oh. Wat je doet is, je gaat de spier open doen. Maar ik zie hier heel veel koks, of althans leerling, die heel veel... zijn kracht inzet. En dat is juist niet de bedoeling. Nee. Je moet zo min mogelijk je kracht inzetten. Ja. Dat doe je. Je pak het oestermesje. Je gaat het een beetje schudden. Ja, een beetje wringen. En wringen. Dan ga je het draaien. Dan haal je hem los. En dan heb je een mooie oestertje. En dan kan je hem altijd nog even mooi omdraaien. Belangrijk dat hij goed schoon is. Nou, ik heb hem in ieder geval al verwerkt. In het sap van mijn fermentatie. Ik pak een spaatje daarvoor. Dan doe ik een klein beetje rasp van limoen, zest. En in die limoen zit er ook natuurlijk een natuurlijke olie. Hey, kijk mijn ogen uit, hoor. Dan neem je het voorzichtig met je oester mee. Dan heb ik een tataar. Ook van oester en kiwi. Zodat ik een beetje frisheid en zoetje krijg in het gerecht. Dat is belangrijk. Want het belangrijk om een gerecht op te bouwen is vooral zoet, zuur, bitter en umami. Nou, ik heb hier een mooi oester, tataar van kiwi. Je had daarin. Daar komt er een mooi boeketje van zilte groenten. En een gel van wortel. Die spuit je mooi in het komkommertje. Je kan met zeekraal in feite heel veel dingen doen. Ik vind het juist lekker dat je met zeekraal rauw eet. Want door het verhitten verliest het eigenlijk je smaak. Daar ben ik persoonlijk op tegen. Dus jij gaat nooit blancheren of altijd lekker rauw? Lekker rauw eten. Mensen moeten echt gewoon lekkere producten ook kennen, vind ik. En hoe vers, hoe beter natuurlijk. Ja, zeker. Daar komen eetbare bloempjes bij. Dus ik heb onder andere leuke goudbloempjes. Oh, dat is nou een goudbloempje. Ja, goudbloempje. Die steek je lekker allemaal mooi tussen. Kijk. Nou, daar komt er wat bladzuring bij. Ja, oh, dat geeft dan weer de zure smaak, hè? Ja, ja. Noem ze nog eens, die vier smaken die je noemde? Zoet, zuur, bitter en aar. Zout. Zout. En umami. En wat is dat? Aardse smaken. Oké. Okay. Ja. Dan komt dit. Hier even zo. En dan eindig ik hem mooi met een gelletje van een wortel. Voilà, dat is het gerechtje. Dan heb je een mooie Zeeuws gerechtje van gefermenteerde oester. Wij met kruidenolie, komkommer, althans met zilte groenten, een gelletje van wortel. En dan kunt u van proeven. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Nou, dan ga ik het eventjes aansnijden. Mm-hmm. En het ziet er wel ontzettend fleurig uit, hoor. Nou, dankjewel, Jan. Nou, Jan, smakelijk eten. Mag het smaken? Ja, dankjewel. Nou, het water staat in mijn mond, hoor. Hey, hoor. Want ik zit altijd te kijken natuurlijk. Nou, daar gaat hij, hoor. Daar gaat hij. Mmm.
Mm. En natuurlijk lekker van de saus meepakken. Mm. Nou, de oester. Ja, inderdaad. In één keer. Mm. Helemaal top. En toppie, toppie. Met de kiwi zit er ook bij. Ja. Dat taartje. Met de komkommer. Het zoetje en het frisse. Geweldig. Nou, helemaal top. Mm. Iedere hap is weer anders, hè? Anders, hè? Mooi, hè? Mooi is dat, hè? Mooi, hè? Ja. Ja, dat sprankelt echt in mijn gehemelte. Ja. Nou, dankjewel. Nou, geen dank. U, dankjewel. Nee, joh, het past precies in de passie voor... Ja, vul het zelf maar in. Ja. Ik denk dat jij passie hebt voor... Ja, niet alleen voor het eten, maar ook voor mensen. Om die lekkere dingen voor te schotelen. Absoluut, absoluut. En dan heel... Oogstrelend wat betreft de kleuren. En dan natuurlijk in een schitterende locatie. Het past helemaal bij Scheldemondig. Zullen we het dan maar Scheldemondje noemen? Ja, okay. Nou, heel leuk. Heel leuk bedacht. Ja. Ik ga de kijkers bedanken. Ja, dankjewel. Jacint, bedankt. Hè. Dank u. Nou, beste kijkers, u hebt het gezien. Er is van alles mogelijk in Zeeland, in Zeeland-Vlaanderen. En ik ben blij dat je ook in Breskes, Jacint, een gedeelte van je opleiding gevolgd heb in West-Vlaanderen. Oké. Dankjewel. Nou, ja, fijn.